Hoe onthaak je veilig een snoek? Een snoek onthaken is niet altijd even makkelijk. Een snoek heeft een grote bek vol met tanden en kan soms heel koppig zijn. Daarom laat ik jullie vandaag zien wat je nodig hebt om veilig een snoek te onthaken, hoe je onthaken makkelijker kan maken en een aantal tips om de vis zo min mogelijk te beschadigen. Laten we vooropstellen dat om een snoek te onthaken altijd twee stukken gereedschap nodig zijn. Denk hierbij aan een stevige, lange onthaaktang en een kniptang. Vaak als ik zelf aan het vissen ben en ik kom andere mensen tegen die ook aan het snoeken zijn, dan merk ik toch al gauw dat ze toch geen goede tangen bij zich hebben. Ze hebben dan vaak een setje tangen bij zich wat je bij de Action kan halen. En deze zijn echt veel te klein, jongens. En de kniptangen die daarbij zijn, die kunnen gewoon niet je haak doorknippen. Dus dat is niet handig. Ook zie ik vaak mensen rondlopen met die dunne chirurgentangetjes. Als je daar een lange versie van hebt, is dat in principe prima. Maar houd er rekening mee dat je vaak met deze tangen niet heel veel kracht kan zetten. Dus als een snoek stevig gehaakt zit, dan moet je toch eigenlijk overstappen naar een stevigere tang, zoals deze hier die ik nu laat zien. Je kniptang is net zo belangrijk als je onthaaktang. Als de vis slecht gehaakt zit of als de vis met een haak en al verstrikt is geraakt in je net, dan moet je snel de keuze kunnen maken om de haak af te knippen. Je hoeft echt niet bang te zijn om een haak af te knippen. Een haak kost niet zoveel en kan makkelijk vervangen worden. Zo'n snoek kan je niet zo makkelijk vervangen. Wel moet je goed opletten dat als je een haakpunt afknipt, dat deze weg kan schieten. Je moet oppassen dat deze niet in je ogen terechtkomt, want dat kan nog wel eens pijn doen. Als je deze twee gereedschappen niet op orde hebt, ga dan nooit gericht op snoekvissen. Deze twee gereedschappen zijn namelijk essentieel om de vis veilig en niet beschadigd terug te kunnen zetten. Mocht het zo zijn dat je met een plug met een dreg volledig in het scharnier van de bek zit en je vist met twee dreg aan deze plug, dan kun je altijd nog overwegen om de splitringen af te knippen en dan de haak later te verwijderen. Tot slot heb ik een paar voorbeelden waarin ik snoeken onthaak. Ik zal hierbij vertellen waar ik dan goed op moet letten. Deze vis is gevangen met een shad waar twee dreg aan vastzitten. Bij het onthaken is het hier heel belangrijk dat je die dreggen van je afhoudt. Want mocht de vis gaan spartelen, dan kan het altijd zo zijn dat de losse dreg richting je handen vliegt. In dit geval heb ik een vrij kleine snoek gehaakt. Deze kan je meestal gewoon pakken door hem in de nek vast te houden. Op het moment dat hij gaat spartelen daarentegen, moet je hem stevig vasthouden. Je wil namelijk niet dat deze vis op de grond valt. Deze vis zat heel erg vreemd gehaakt. De jigget ging namelijk door de lip heen en vervolgens weer terug de lip in. Hier heb ik besloten om de haak af te knippen. Zo. Nou, mooie vis. Soms heb je de mazzel dat de snoek zichzelf in het net weet te onthaken. Scheelt jou weer werk met tangen. Nou, leuk snoekje. Dat zien is hij al los. Dit stukje heb ik eerder in de video laten zien. Hier knippen wij een splittering door omdat de dreg met alle drie de punten in het scharnier van de snoekse bek gehaakt zit. Doordat we de splittering afknippen, kunnen we vervolgens het aas loshalen en de dreg later verwijderen. Ja, dat is dus precies met die dreg daar. Zo, ja. Nu kan hij open en dan kan hij haak eruit trekken. Oeh, dat is glad, man. Anders moet ik het anders doen? Ja, doe maar. Hij zit aan allebei de kanten zit hij gehaakt, dat is kut. Zonder weerhaak. Ah, er zit nog een... Oh nee, niet, laat maar. Maar er zit nog eentje. Mijn vinger. Een tip voor jou, weerhaken eraf. Wordt hem op de foto of gaat hij terug? Nee, hij is maar terug. Oké. Okay. Deze snoek zat netjes voor in de lip gehaakt. Alleen was wel een van de dreigpunten verstrikt geraakt in het net. Hierdoor moest ik hem stevig vasthouden tijdens het onthaken. Eén ding is zeker, deze zat goed gehaakt. Zo. Tot slot hebben we deze grote snoek. Tijdens het onthaken wordt deze snoek onrustig en begint te spartelen, terwijl ik de haak vast heb met de tang. Het is heel belangrijk dat ik hier zelf ook rustig bij blijf en dat ik de vis vasthoud en de dreg. Verder heb ik nog wat tips voor het onthaken. Als je ziet dat de vis aan het bloeden is tijdens het binnenhalen tijdens het scheppen, dan is de kans zeer groot dat een van de haken in de kieuwbogen zit. Probeer deze dan ook via de kieuw los te halen. Vaak zit de haak er alleen tussen en niet echt vast. Daarom kan je de haak zo naar buiten halen. Doe dit wel rustig, want als de dreg wel vast zit in de kieuwboog, dan moet je hem echt afknippen voor de veiligheid van de vis.
Om dit beter uit te leggen heb ik een korte animatie gemaakt. In deze animatie is te zien dat er nu een plug vastzit in een van de kieuwbogen van de snoek. De ene haak zit in de bek en de andere in de kieuwbogen. Wat je dan kan doen is de haak of de splittering afknippen en vervolgens deze haak zoals normaal loshalen. Als dit eenmaal gedaan is, dan kan je de snoek zoals normaal onthaken. Als de vis tijdens het onthaken veel bloedt, overweeg dan om deze zo snel mogelijk terug te zetten. Zelfs als dat betekent dat je er geen foto van neemt. De vis staat op 1. Nog een hele belangrijke tip voor het onthaken van snoek is het gebruiken van de kieuwgreep. Op het moment dat jij de kieuwgreep doet, zal de bek van de snoek vaak automatisch opengaan. Dit helpt heel erg tijdens het onthaken. Let hierbij wel goed op dat je wel moet weten waar de haken zitten, want anders dan heb je nog de kans dat je zelf met je vingers in de haken zit. En dat wil je niet hebben. Om jezelf wat meer gemak te geven bij het onthaken, kan je een onthaakmat kopen. Deze kan je al voor 10 euro op bepaalde websites kopen. Als je deze mat nat maakt voordat je de vis erop legt, zal de vis niet beschadigd raken door eventueel zand of troep wat op de grond ligt. Dit houdt de vis mooi schoon voor op de foto en dat is helemaal top. Met minder haken vissen is vaak ook een hele goede oplossing om snoek makkelijker te onthaken. Zo heb ik hier al deze mooie Spro Power Catcher. Deze komt echt net uit de doos. En hier zit 2 dreggen aan. Nou is dit al een vrij kleine plug. En dan vind ik het eigenlijk niet zo fijn om daar 2 haken aan te hebben. Want als een snoek een pak, je kan altijd een beetje je hand vormen als een bek. Dan zie je, de haak komt er toch wel in. Dus wat ik dan vaak voor kies, is om gewoon de voorste haak eraf te halen en die achterste haak eraan te laten. Dit is hartstikke prima. Je zal er geen vis meer door verspelen. En mocht er een keer een situatie zijn waarin je de achterste haak moet vervangen, dan heb je nou een extraatje. Als je wat groter aas hebt, zoals deze enkele Spro Pike Fighter, dan is het wel prima om 2 dreggen te hebben. Als ik hier de voorste vanaf zou halen, dan zou je een enorm oppervlakte hebben waarop je die vis kan missen. Dus daar kan je gewoon 2 dreggen op laten. Je kan bij softbaits een soort van gelijk principe aanhouden. De meeste mensen vissen met shads, altijd met een loodkoppie en met een staartdreg of stinger erin. Maar bij shads van dit formaat, die eigenlijk net zo groot zijn als je hand, kan je ook gewoon minder haken gebruiken. Dat kan heel simpel door alleen de dreg te gebruiken of door alleen de jighead te gebruiken. Als je met alleen de jighead vist, dan is onthaken echt super makkelijk. Want je hebt maar 1 haak waar je rekening mee hoeft te houden. Dus het is vaak gewoon hop en eruit. Terwijl als je hier bijvoorbeeld met een dreg vist, dan heb je toch nog wel met 2 punten dat je vast kan komen te zitten. Ik merk wel dat ik iets meer vis verspil als ik met alleen een enkele jighead vis. Maar om de vis snel te onthaken is dit optimaal. Misschien nog wel een van de belangrijkste tips om makkelijk je snoek te onthaken is het vissen zonder weerhaken. Als jij de weerhaken verwijdert van je haak, dat zijn zeg maar de kleine puntjes die je hier ook kan zien, dan zal het onthaken ook wat makkelijker zijn. Waarom? Als je dan een vis hebt, dan glijdt de haak er zo weer uit. Terwijl als ik dat met een weerhaak zou doen, dat kan je wel voelen, die blijft dan best nog wel goed zitten. Zolang jij spanning op je lijn houdt, zal je nooit meer vis verspelen zonder weerhaken. Dus dat valt allemaal reuze mee. Om eventjes te demonstreren wat een weerhaak precies doet, heb ik hier een stuk doek. Op het moment dat ik hier een haak doorheen trek, dan zal je zien dat als je geen weerhaken hebt, dat deze weer makkelijk loskomt. Maar als ik dit doe met een haak waar wel een weerhaak aan zit, dan zal deze een stuk steviger vastzitten. En dus ook het onthaken wat lastiger maken. Dus dan de vraag, hoe verwijder je nou eigenlijk die weerhaken als je dat wil doen? Dat is vrij simpel. Ik pak nou eventjes dit korte tangetje, want ik ga ervan uit dat niet iedereen een lange tang heeft van Spro. Je gaat naar de weerhaken toe met je tang. Dan knijp je hem plat en dan zorg ervoor dat je nog even een paar keer de haak heen en weer haalt. En dan, zoals je dan kan zien, is de weerhaak nu plat geknepen. Is hij helemaal glad. Nou, dit herhaal je dan voor de andere haakpunten. En dan zal je een dreg hebben zonder weerhaken. Helemaal glad. En dit was dan het einde van deze uitlegvideo.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan alsjeblieft weten in de reacties. Heb je eventueel nog aanvullingen, laat het dan ook weten in de reacties. Ik hoop dat jullie allemaal wat geleerd hebben vandaag. En dan zien we elkaar weer allemaal aan de waterkant. Tot de volgende keer.